Mijn naam is Henk Smit, ik ben muzikoloog in Rusten. Ik heb jarenlang in het muziekleven gewerkt bij symfonieorkesten, kamermuziekfestivals, onder andere het MUVRAI Festival en voor Radio 4. En sinds kort ben ik ambassadeur van de Matthäuspassie in Zaltbommel. Ik ben een beetje verliefd op het Rivierenland en op Zaltbommel. En deze kerk die is echt helemaal geweldig. Kom binnen. Ik zit hier in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. Een echt prachtige plek. En als je om je heen kijkt, dan kan je hier het verleden zien en ook voelen. Op 19 maart kunt u hier ook het verleden horen. Want dan wordt de Matthäuspassie uitgevoerd. De Matthäuspassie van Bach. Een van de belangrijkste en grootste monumenten uit de literatuur, uit de westerse toonkunst. Bach had natuurlijk geen idee dat hij voor de eeuwigheid schreef en dat eeuwen later nog steeds mensen daarnaar zouden luisteren. Het was ook 100 jaar stil rond de Matthäuspassie. Tijdens zijn leven werd het maar 4 keer uitgevoerd en pas in 1829 zette een andere grote componist, Felix Mendelssohn Bartholdy, de Matthäuspassie op de lessenaar. En waarom spreekt die Matthäuspassie nog steeds aan? Nou, de reden is heel simpel. Bach heeft op een werkelijk geniale manier heeft hij menselijke emoties en gevoelens verklankt. En die emoties van ons in de 21e eeuw zijn niet zo ontzettend veel anders dan in de 18e eeuw. Razernij, woede, angst, hoop, verdriet. We kennen het allemaal. Het is meesterlijk verklankt door Bach. 19 maart kunt u hierbij zijn. Dat is niet zomaar een concert, nee, dat is een ervaring. Moet u niet missen.